Wat ik het vorig jaar wel leuk uit vond zien en vond het wel een goed doel en zo. Dus ik dacht, dat ga ik volgend jaar wel meedoen. Ik doe mee aan deze expeditie omdat ik vind fietsen leuk. En het is ook voor een goed doel dus. Orange Babies, ja, dat is een stichting voor kinderen die niet naar school kunnen. En dan ga je geld inzamelen voor tot die een paar maanden of zo lang mogelijk naar school kunnen. En we hebben ook iets in de 300 euro opgehaald. Dus al veel geld. En we zijn al twee keer hier naartoe geweest om te oefenen. Meestal probeer ik het één keer in de week te doen. Gewoon bij ons in de buurt. En een beetje door de bossen. Maar wij gaan ook in Oostenrijk fietsen, dus met bergen ben ik wel gewend. Wat zijn jullie doelen, heren? Mijn doel is niet flauw van de grondtop. We proberen in ieder geval zonder brokken nu omhoog te fietsen. En zoveel mogelijk natuurlijk omhoog. Goed geld verdienen. Boven en naar beneden. Ik ben het voor de vierde keer. Ze zijn wel echt aan het genieten hier en dat is wel het belangrijkste. Ja. Ik heb toch achterop gereden, dus het ging wel goed. De bedoeling was eigenlijk 6 keer of 7 keer, maar het was goed keer. Nou, je had op een gegeven moment zo'n stuk, dan ging je omhoog. Alleen je ging heel lang, best nog wat zwaar omhoog. En dat vond ik het moeilijkste stukje. Je moet wel oefenen. Je moet ook een goede fiets hebben. En je moet doorzettingsvermogen hebben.